snippen van DNA gebeurt met speciale enzymen, restrictie-enzymen. Die restrictie-enzymen die kunnen het DNA alleen knippen op speciale plaatsen, zoals bijvoorbeeld hier. Daarvan wordt gebruik gemaakt bij sudden blotting. Ik heb hier een stukje DNA, een gen, en je ziet dat hier 1, 2 plaatsen zijn waar het DNA geknipt kan worden. Ik heb hier een andere allel van datzelfde gen. En je ziet dat hier maar 1 plaats is waar het DNA geknipt kan worden. Want er is hier 1 nucleotide verschil. De C en de G zijn omgewisseld. Als ik dus dit stuk DNA ga knippen, dan heb ik 1 stukje. Zo groot. Nog een stuk. Zo groot. Dan heb ik dus 2. En nog een heel klein stukje. Als ik dit stuk DNA ga knippen met de restrictie-enzymen, dan heb ik 2 stukken die even groot zijn. En ik heb hier 1 wat kleiner stuk. En hier het veel grotere stuk. Als ik deze met gel elektrophorese uit elkaar ga halen, dan zie ik daar verschil tussen dit bandje en dit bandje. En dat wordt gebruikt bij sudden blotting.